we de allereerste aflevering doen van de Road to Quad Tempest Fleet. Wat het inhoudt, moet ik in deze serie met de specialist de Tempest spelen. Zullen jullie zien wat ik nu doe. En simpelweg moet ik met deze specialist een quad feed links onder in de killcam of kill feed hebben natuurlijk. Dus dat is 4 rapid kills. We gaan kijken of het gaat lukken. Mocht deze serie natuurlijk alvast leuk vinden, laat dan maar een flauw duimpje omhoog achter helpen. Maar enorm spelen zullen jullie zien een potje team damage op de map Aquarium. En team damage is tot de 100 en je ziet dubbel crypto keys bovenaan rechts staan. Dus dat is natuurlijk dubbel win-win situatie. Ik ga spelen met de CUDA, met Xander Max. Grip en Rapid Fire en de Diamond Camo ook natuurlijk. Ik speel met de UAV, Lightning Strike en de Wraith. Beetje om wat kills te maken, want we gaan natuurlijk iets verder. Dus hey, weet je, ik speel nou niet voor Nucleus op dit moment. Dat doe ik wel een andere keer. Maar we gaan nu even spelen voor de serie. En dat is eigenlijk wel handig om dat volgende keer een hater aan te zetten. Maar hey, weet je, het is de allereerste aflevering. We gaan gewoon kijken wat we kunnen doen. Misschien dat ik ook Domination moet gaan spelen natuurlijk. Maar als jullie wat meer series op mijn kanaal willen zien, laat even in de comments een goede serie achter die je kan gaan doen. Dus laat je, weet dat, fantasie los. Zeg wat, noem een serie die je kan starten. En wie weet pak ik jouw serie eruit. Wie wil dat nou niet natuurlijk, maar dat was UAV binnen. Oh, hij stond achter die headcuts. Anders had ik hem misschien wel kunnen turnen. Maar, je moet eigenlijk een goede map hebben, zoals Combine, waar je die enemies een beetje kan spawntrappen. Nu kan het niet echt een TDM, dus moet of hard, nee niet hard, maar uplink. Ja, ik kan het op uplink gaan proberen. Dat is wel mogelijk. Alleen hij mag niet gesplit worden, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat is een beetje de moeilijkheidsgraad. Als je teammate of een enemy een kill maakt, heb je een split quad. En dat is niet de bedoeling. Er moet echt quad feed metal in mijn beeld staan. Snap je wat ik bedoel? Oké, ik heb nu mijn Tempest binnen. Ik weet dat de enemies niet hier spannen, dus ik wacht met het inkallen ervan. Ik weet dat ze hier dadelijk zitten. Of misschien ook niet. Nee, voor mij niet. Je kan het neus god samen. Voor mij zitten ze hier helemaal niet. Dat is 1. Daar blijft het ook bij. Oh. Kijk. Oh. Ja, kijk, dat was alweer splitted, zoals je zag. Dat is dus het probleem, weet je. Dat wordt denk ik de moeilijkheidsgraad in deze serie. Want wanneer die gesplit wordt, ben ik fucked. Dat telt hij gewoon niet mee natuurlijk. Dus daar moeten we even goed op letten. Oh, ik heb mijn frame binnen, let's go. Dat is wel mooi. Oh mijn god, hij zat naast me. Serieus? Oh, oké. Ik ben een beetje verkouden. Ik weet niet of je het hoort aan mijn stem ook sowieso, maar dan heb je de hele tijd dat je neus loopt. Dat is echt ziek hinderlijk. Maar ja, hey. I do not care. Dude. Zijn dat zulke campers? Ik ging 14 om 1, ik sta nu 16 om 3. Weet je, oh, waarom is hij shutdown? Oké. Oké. Ah, jongen, ik hoorde hem, maar ik wist niet dat hij daar zat. Shit, mijn Wraith die coverde het geluid een beetje. Oh, god. Ik dacht dat het een enemy was. Maar nu doet TDM eindelijk dus iets langer, waar ik ook echt wel blij mee ben. Want TDM ging altijd best snel voorbij. In mijn opzicht. Assist suicide? Are you kidding me? Wauw. Dan ben je wel... 1. 2. 3. Ja, hij was een splitter. Laat maar. Oh. Span opeens allemaal daar houden. Let's go lightning, dubbel killetje erbij. Kijk, ik heb hier nog een Wraith, maar als je dus een hater hebt, dan kan je precies zien
waar ze dus ook inspannen, laat maar zeggen. Dus speel naar Domination en daar zit de A-vlag. Ik zie ze daar opeens. Hoe wist hij dat? En ze spannen daar allemaal. Dan weet ik, oké, dan loop ik daarheen. Dus dat moet ik even onthouden voor de volgende aflevering natuurlijk. Maar het is dus toen het IDM, dat zag ik net ook wel. Alleen ja, moeten mijn teammates niet zo haastig zijn. Dus denk ik wel dat ik beter gewoon op Nuke dan kan gaan proberen of iets. Maar ik heb geen idee. We zullen zien. Ik vind dit wel een leuk idee, want ik heb dit nog nergens gezien. Dus dat is prima, vind ik. Gewoon een originele serie die nog niemand heeft gedaan hier op Black Ops 3. Althans, ik heb hem nog niet echt ergens gezien ofzo, bij een van de Nederlandse YouTubers. Maar jongens, kom op. Oh, die shit. Dus, kom opeens voor me. Nou, hallo Cerberus. Hallo. Ja, dat is echt dom als je ermee het water in rijdt houden. Ja, of wij moesten vanaf willen, dat kan ook. Oh mijn god. Oh. Is hij nou dood die gozer of niet? Ja. Kan gewoon je lightning inkallen en dan gaat er gelukkig geen tijd vanaf, hè? Dat is zo. Maar hey, ik kan er nou toch geen kwad van me halen, want de tijd is er kort voor. Want als ik nu nog één keer schiet, dan is hij... Oh, laat maar op. Nee, kom proberen. Het zou eigenlijk moeten maken dat als je dan in het water schiet... En je schiet niet eens op degene, maar je schiet op het water. Want als je elektriciteit met water... Dan staat toch heel het water onder spanning? Wat ben ik dan? Ben ik nou raar? Ik heb gewoon een triple raid gehaald in het TDM potje, jongens. Confirming kill. Hoeveel kills heb ik? Ik heb 47 kills. Ik heb gewoon de helft van alle kills in het potje zowat. Ah, oh, dan word ik nog even gekild door KRM. For fuck's sake. Kom op. Twee kills en dan heb ik de helft van de kills van het hele potje. Kom op, Raid, nog één kill, jongen. Maak het. Doe het. Kom op. Yes. Ik heb de helft van alle kills in het potje. Nu ben ik heel erg blij. Ik heb ook de final kill cam. Ik kan nog één keer met Tempest. Jongens. 52 om 6 is onze eindscore. We hebben het niet gehad. Het is de allereerste aflevering. Dus we moeten gewoon eventjes... uittesten hoe alles gaat. Dus, mocht jij nog genoten hebben van deze serie en al deze aflevering, laat dan even je blauwe duimpje omhoog achter. Dan helpt mij natuurlijk enorm. En hopelijk te zien bij de video van maandag natuurlijk. Dus jongens, tot maandag. Bedankt voor het kijken, zoals ik altijd zeg.